Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we niet één speelronde, maar twee speelrondes behandelen, omdat ik natuurlijk een keer op vakantie ben geweest. Er is wel gewoon een speelronde aflevering afgelopen zondag online gekomen. Alleen we hebben daar niet de uitslagen van de speelronde daarvoor allemaal behandeld. Dus daar gaan we mee beginnen en we beginnen dan met inhaalwedstrijden van speelronde 3. We hadden namelijk PSV Volendam die ingehaald moest worden. Dat werd maar liefst 7-1. FC Twente won met 4-0 van Excelsior. En AZ speelde 1-1 gelijk tegen NEC. In speelronde 5 van de Eredivisie werd Fortuna FC Utrecht 3-4. Ajax won met 4-0 van Cambuur. FC Twente won met 2-1 van PSV. Sparta had een ruime zege op Volendam, namelijk 4-0. Go Ahead Eagles Feyenoord was spannend, werd 3-4. RKC Excelsior werd maar liefst 5-2. FCM AZ werd 0-3. Heerenveen NEC bleef een saaie 0-0. En FC Groningen Vitesse werd 0-1. Dan gaan we naar de uitslagen van de Europese wedstrijden van afgelopen week. Ajax won met 4-0 van Rangers. Lazio Roma Feyenoord werd 4-2. PSV speelde 1-1 gelijk tegen Bodo Glimt. En Dnipro tegen AZ werd 0-1. Dan zijn dit de uitslagen van de Eredivisie speelronde 6. Volendam Go Ahead Eagles werd 2-3. NEC tegen Fortuna werd 1-1. Ajax Heerenveen werd 5-0. Excelsior won met 2-1 van FC Emmen. PSV won in de allerlaatste seconde door een penalty die heel discutabel was met 1-0 van RKC. FC Utrecht won met 1-0 van Vitesse. AZ Twente werd 1-1. Cambuur tegen FC Groningen werd 0-1. En Feyenoord Sparta werd 3-0. Dan is op dit moment dit de ranglijst. Ajax staat bovenaan, ongeslagen met 18 punten. Dan komt Feyenoord met 16 punten. PSV staat derde met 15 punten. Dan komt AZ met 14 punten. FC Twente staat vijfde met 13 punten. Heerenveen en Excelsior hebben 9 punten. FC Utrecht en FC Groningen hebben 8 punten. NEC en Sparta hebben 7 punten. RKC staat 12e met 6 punten. Cambuur, Vitesse, FC Emmen en Volendam hebben 4 punten. Go Ahead Eagles staat 17e met 3 punten. En onderaan staat Fortuna met 1 punt. Dan is dit de voorspellers top 8. En we pakken eerst de weekwinnaars van speelronde 5 erbij. Dat waren Trapidoor Official, Hekkie 020 en Jade is Gameverslaafd. Die waren de weekwinnaars in speelronde 5. En in speelronde 6 waren de weekwinnaars maar liefst 5. Volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd. Waren Jurgen, Mark, Hekkie, Thomas en Lars die daar de weekwinnaars zijn geworden. En dan krijgen we nu de volgende stand. Jurgen en Mark staan bovenaan met 54 punten. Dan komt op de derde plek Joey met 51 punten. Julian en Oes staan vierde met 49 punten. Hekkie staat zesde met 48 punten. Martin staat zevende met 47 punten. En Thomas staat achtste met 46 punten. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. Dan, voordat ik ga vertellen wat we gaan voorspellen, wil ik nogmaals een keer vragen om het op de juiste volgorde in de reacties te zetten. Want dat maakt het mij veel moeilijker. Vooral bij de vorige aflevering is dat heel erg fout gegaan. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar please, luister naar hoe ik het zeg. En doe daarbij. Vul het dan in. Ik zie dat er bij het logotje van Liverpool iets niet helemaal goed is gegaan, maar dat fix ik wel voor de volgende keer. Liverpool-Ajax is de eerste wedstrijd die we gaan voorspellen. Dan Feyenoord tegen Sturm Graz. AZ ontvangt de Liechtensteinse club Vaduz. En Arsenal ontvangt thuis PSV. En dan voor de Eredivisie speelronde 7 gaan we voorspellen FC Utrecht tegen NEC, Sparta tegen FC Groningen, Vitesse ontvangt FC Volendam, RKC thuis tegen Cambuur, Fortuna ontvangt Excelsior, Go Ahead Eagles moet thuis tegen FC Emmen, PSV de topper tegen Feyenoord, Heerenveen ontvangt FC Twente en de andere topper AZ thuis tegen Ajax. Het wordt dus een super Sunday. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.